Het UMCG gaat onderzoek doen naar de verspreiding van het coronavirus door zogeheten aerosolen. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de rol die deze kleine vochtdruppels spelen. Eerst werd ervan uitgegaan dat vooral grote druppels via niezen of hoesten het virus verspreiden. Maar mogelijk dat ook kleinere druppels in slecht geventileerde ruimtes besmettelijk zijn. Het ziekenhuis gaat met de Universiteit van Twente onderzoek doen bij mensen die besmet zijn met het virus. Met een airsampler wordt getest of er druppels in de lucht zitten nadat een patiënt bijvoorbeeld heeft gepraat of gehoest. Daarna wordt bekeken of de hoeveelheid druppels het coronavirus kunnen overbrengen. Het onderzoek moet in december klaar zijn.